En wij lezen uit het Evangelie van Matteüs en ik lees u daarin gedeeld uit hoofdstuk 14. We hebben 2 weken geleden, naar aanleiding van de kunstmanifestatie hier in Hemmen en van de kunst die hier in de kerk staat en toen ook nog stond, het gehad over maskers, over het ware gezicht, je ware gezicht tonen. En vandaag wil ik graag naar aanleiding van een ander kunstwerk, dus niet naar aanleiding van de maskers, maar naar aanleiding van het kunstwerk dat hier hangt, wat verder doorgaan. Ik weet niet of u het kunt zien, maar er hangt een ijzeren bootje. Het heet het bootje van verlangen. En in het bootje zitten allemaal porseleinen beeldjes. En die zijn met Delfts blauw. Eigenlijk gedecoreerd en er staan Chinese tekens op en die tekens, dat zijn tekens van emoties en van verlangen. Een bootje dus, een bootje van verlangen. Dat bracht mij bij het verhaal uit Matteüs 14. En ik lees daarvan de versen 22 tot 32. En daarna zingen wij het lied dat echt bij deze lezing past. Dat is lied 933.